Pik, we gaan even opnemen nou. Zie je, het ligt echt niet aan mij, het is gewoon elke keer. Kom maar. Kom maar, klim maar op met die korte pootjes. Ja. Oké. En nu? En nu, Luna ook erbij. Zie je, we hebben nog eentje erbij. Let het maar ook op zijn vriendin. Hallo. 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 Kijk, het ligt echt niet aan mij, hè. Au. Luna, hou op met zijn kont likken. Ga weg. Zit je goed? Kunnen we gaan beginnen? Ja? Oké. Okay. Even naar de camera kijken, zag je dat even? Ready? What is up, YouTube's? Funko Fam, dus je favoriete Funko Pop Poppert, samen met Mo op je beeldscherm, terug met een nieuwe Funko Pop video. En Luna, tuurlijk, kan Luna ook niet vergeten, die is er ook gezellig bij. Hallo, we gaan niet tongzoenen op camera, gewoon even ophouden. Ik heb weer wat nieuwe Funko's binnen, eigenlijk een heleboel. Het begon met eentje die ik gekregen had, hou op. Een hele bijzondere, gewoon een hele... Heel speciaal iemand. Maar toen dacht ik, ja, ik heb nu alleen maar speciale Funko's. Dan moet ik ook even twee normale erbij bestellen. Anders heb ik alleen maar speciale. En dit is pas de tweede video, dus dan kan ik jullie niet echt laten zien wat nou gewoon normale Funko's zijn. En wat die specials zijn, want ik had eigenlijk alleen maar specials deze video. Dus we gaan even beginnen met die normale. En dan werken we onszelf omhoog naar de meest speciale toe. En dan... Zit je nou goed? Oh. Wat is het nou? Ga je zo zitten? Oké. Hij gaat... Hou op! Dit is toch niet te geloven dit. Probeer gewoon even een normale video op te nemen. En hij komt er gelijk weer bij zitten. Nou, oké. Laat gewoon zitten dan. Wacht even, willen jullie lachen of niet? Nee? Dit is voor de thumbnail. Kom nou, lul. Goed zo. Hou op. Zie jij wel roken? Even een thumbnail maken, man. Even een thumbnail. Oké, voor mij hebben we hem. Dan laten we maar beginnen met de... Rustig. Als je vuur wil, moet je het gewoon zeggen. Wat doe jij met die joint? Ongelooflijk deze hond, jongen. Oké. Pik, ga je nou even weg of wat ga je doen? Ga gewoon zo zitten, anders zit je in de weg. Oké? Okay? Deal? High five dan. Goed zo. Nee, blijf zitten. Hou op. Blijf gewoon zitten. Moet je een stukje achterover dan? Zo. Is dat beter voor je? Kunnen jullie het wel goed zien? Ja, is lastig jongen vandaag. Ze zitten tongzoenen hier, joh. Dat is dan niet te geloven. We zijn nog 5 minuten verder. We moeten nog beginnen. Let's go. Pop numero uno. Deze vind ik best wel cool. Eigenlijk omdat het een van mijn favoriete figuren van de film is. Pa-pa-pa. Ba-bam. Dagobah Yoda. Hoi, joh. En het mooie van deze is... dit is een nieuwe release van Yoda. Dus er is een originele... Zal ik jullie even laten zien hier al. Dus dit is mijn originele Yoda. Zoals jullie kunnen zien. Kijk, en deze is sowieso wel cool. Met zijn lightsaber. Maar deze is niet zo gedetailleerd. Kijk, zie maar naar het hoofd. Hij heeft geen haar of niks. Die ogen zijn gewoon één kleur. Dit is de glow-in-the-dark Yoda. Als ik hier met mijn flits op schijn s'avonds, dan blijft hij gloeien. Dus dat is ook wel dope. Maar kijk even hoe deze eruit ziet. En dan gaan we nou even naar die nieuwe kijken. Zeg het maar hoor, directeur. Zal ik jou gewoon die Funko geven? Schuif op. Schuif op. Ja. Nou, dit is Dagobah Yoda. Zoals jullie kunnen zien al, deze ziet er heel anders uit. Ik ga hem even erbij pakken. Ik heb ze allemaal nog niet unboxed, hè? Dus ik wacht allemaal speciaal met openmaken totdat ik met jullie ben. Zodat ik ze zelf ook voor het eerst zie. Dus ik zit al de hele week of eigenlijk al 2 weken zit ik al te kijken daarna. Zo van, oh, ik wil ze even openmaken en even kijken, maar...
Nee, gewoon even wachten. Kom maar uit, Master Yoda. Nou, maar deze is echt fucking dope. Ga eens aan de kant, schat. Kom eens hier. Kom eens hier. Het is een Marokkaanse stepper tip. Glis. Zie hem. Zie je? Ja, dat is ongelofelijk dit. Ga naar hier. Of ga daar. Ja, ga maar. Zo goed, schat. Ik heb wel. Check out Yoda. Deze is echt fucking dope. Met zijn stok. Wobblehead, uiteraard, Star Wars. Ik weet niet of ik het de vorige keer goed heb uitgelegd. Want ik was een beetje enthousiast ook de vorige keer. Het merk is Funko. De lijn heet Pops. Pop. Want ze hebben ook andere lijnen. Ze hebben Pop, ze hebben Dorps, ze hebben nog een aantal andere. En ze hebben dan in de Funko Pop lijn hebben ze een heleboel licenties. Dus van bands, van films, van tv-series, van stripboeken, Marvel, noem het maar op, alles, alles. En Star Wars hebben ze alleen de licentie van de Wobbleheads. Daarom dat alle Star Wars Funko's Wobbleheads zijn. Dat zijn ze niet allemaal. Andere lijnen, andere licenties zijn gewoon vaste hoofdjes. Maar Star Wars, altijd Wobblers. Oh, hij zit niet helemaal recht op die base. Kijk, die base kan je eraf halen, had ik vorige keer al verteld. Maar ik laat hem sowieso altijd op de base en eigenlijk ook altijd in de doos. Maar kijk het verschil tussen deze Yoda en die andere Yoda. Deze is gewoon ja, veel gedetailleerder, met dat haar op zijn hoofd nog. En ik vind met die lightsaber dope, maar met die stok, dit is toch wel de baas hoor. Hey. Ja, dope. Hier ben ik echt heel blij mee. Wat vind jij ervan, Pik? Mokum denkt, ik vind echt helemaal mooi. Voor mij is echt grote blij. Hè, Pik? Als je maar weer op YouTube komt, hè? Beetje shine pakken. Hoppa. Dus, dat was Yoda, nummer 1. Dit zijn dus de normale, ja, gewoon de normale maat Funko Pops. Gewoon de normale poppetjes, collectibles. Maar daar hebben we er nog eentje van. Nummer 157. Mijn favoriet. Darth Vader. The Ultimate Bad Guy. En dit is wel een hele dikke hoor. Dit is die choke pose dat hij iemand wurgt met The Force. Ja, deze is heel dope. Van de film Rogue One. Ik kan de achterkant zien welke allemaal nog meer bij deze film zijn uitgekomen. En ik weet niet of jullie het weten, maar ik had het ook niet gezegd in een update video. Maar ik was zo druk met alles en noem het maar op. Ik heb nog mijn tatoeage laten zetten in de tussentijd. Zal ik even een fotootje ervan in editen. Ja, dan snappen jullie dat dit een van mijn favorieten is. Als jullie me hadden gevolgd op Insta, wat je sowieso moet doen, dan had je hem al gezien natuurlijk, de tatoeage. Wobblehead. Ja, deze is echt heel dope. Volgens mij is deze ook meer gedetailleerd als die andere die ik daarboven heb staan. Ja, die pose is gewoon dope met die lange cape. Zo van voren. Dat maakt hem wel echt helemaal af. Wat vind jij ervan, Luna? May the force be with you. Weet wat? Wobble wobble. Wobble wobble. Ja, dope. Heel nice. Ik wil eigenlijk sowieso gewoon alle Vaders hebben. Alle Darth Vaders die er zijn. Die wil ik sowieso gewoon hebben. Ben je klaar mee? Genoeg shine gepakt? Oké dan. Er zit ook allemaal een achtergrondje bij in de doos. Als je ze neer wil zetten met achtergrondje, dan ken dat. En dan ziet het er ook in de doos wat mooier uit natuurlijk. Mooi is er klaar mee, genoeg shine gepakt. Nou, dat waren onze twee normale, reguliere Funko Pops. En nu komen we bij de echte dope shit, bij de specials. Om eerlijk te zijn had ik deze al een paar weken geleden gezien in de winkel. En ik dacht, ja, die moet ik zeker hebben. Als ik wat geld over heb, dan ga ik ze gewoon halen. Dit is een van mijn favorieten. Dit is me trouwens mijn... Dit is wat er nu aankomt. Zijn twee Funko Rides. Ik heb Darth Vader in zijn TIE Fighter en de TIE Fighter Pilot in de TIE Fighter. Dat zijn de enige twee Funko Rides die ik tot nu toe heb. En dat zijn echt twee van mijn favorieten. Ik vind ze echt fucking dope. Ook met die base erbij, met de Death Star, met die doorzichtige buisjes. Dat het toch nog lijkt alsof die zweeft. Deze vind ik echt fucking dope. Maar, dit zijn niet mijn favorieten.
voertuigen uit de filmreeks. Dat zijn namelijk de speederbikes. Nou heb je een reguliere speederbike en je hebt een chase versie. Ik weet niet of ik het uitgelegd heb. De chase versie is volgens mij is het 1 op 5 is een chase. Dus je hebt 1 op 5 kans dat je een chase versie hebt. En ja, die zijn dus wat zeldzamer, wat meer gewild. Nou, kom eens aan hoor. Speederbike 1. En omdat ik echt een fucking imbecile ben. Speederbike 2. Kijk dan jongens. Zijn deze fucking dope of niet? Zoals ik al zei. Lea is de normale. En Luke is de chase versie. Ik heb ze denk ik al een week, anderhalve week hier op de kast staan. En ik probeer er ik heb er wel naar gekeken, maar ik probeer toch om even te wachten tot ik met jullie ben. Maar deze vind ik echt zo fucking dik. Het zijn... Ik weet niet waarom dit mijn favorieten zijn. Misschien omdat het het meeste lijkt op een motor. Als hoe je erin zit en hoe je erop zit. Maar hier ben ik echt fucking blij mee. We gaan even beginnen met Lea. Ik wil even een shout-out doen naar... A Space Oddity op de Prinsengracht in Amsterdam. Daar heb ik Lea gedaan. Super aardige gozer, altijd daar. Ik kom denk ik wekelijks even daar even binnen, even kijken, even rondje lopen. Altijd leuk, altijd wat nieuws. En ik zag deze en ik had wat cent in mijn zak en ik dacht, you know what, YOLO. Woe buddy. Ja man. Deze is fucking dope. Check dan. Yeah buddy. Lea fucking badass. Check dan op die speederbike. Het is van de film A New Hope. Van de original series. Van de oude films. Mijn favoriete film zou ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, deze is echt dope. Ook weer een wobblehead uiteraard, omdat Star Wars. Zie je met die doorzichtige buis hier, met die ondergrond. Omdat het in een bos is, volgens mij op de planeet Endor, ik weet niet zeker, bij de Ewoks. Nou, deze vind ik echt dope. Die schoenen en die cape. Het haar van achteren. Nou, deze is echt heel dope. De achterkant van die speederbike. Super nice. Deze is echt heel dope. De details ook, die slangen die hier zo lopen aan de zijkant. Hier die, ik weet niet wat het is. Fucking dik. Hier ben ik echt heel blij mee. En bij Lea, of bij de speederbikes, krijg je ook die bosachtergrond van de planeet Endor. Van de scène natuurlijk. Kijk, de game zo neerzetten. Het is schijnig, als je het wilt displayen is het leuk. In de doos is het ook vet, die achtergrond erbij. Maar, kijk, je bent natuurlijk niet compleet, je kan wel Lea hebben, maar ja, in de film is het natuurlijk Lea en Luke samen, weet je, broer en zus. Dus je moet Luke er eigenlijk ook bij hebben, anders ja, anders ken je gewoon niet, weet je, anders ben je gewoon nep. Dus mijn goal was dat ik ben, heb ik gelijk de chase versie van Luke er ook bij gehad. Hij was wel iets duurder, maar ja, dan, fuck it, ik wou deze echt graag hebben. Ja man, Luke poppert! Speederbike poppert! Ja man, check Luke out. Luke is ook echt fucking dope. Uiteraard andere hoofd, andere haar van achteren. Die cape is anders. Zijn hand zwart, want die is eraf gehakt. Dus hij heeft nou een robothand. Fucking dik. Kijk dan samen. Dan knallen ze in de film. Ja, fucking dope. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik ben er alleen nog niet over uit hoe ik ze ga displayen. In de box, out of the box. Ik wil eigenlijk allebei. Dus ik denk dat ik ze eerst gewoon een tijdje in de box ga laten. Flip zegt ook, ja zonde man als je ze eruit haalt. Maar ik weet niet, ze zijn gewoon te nice. Om niet samen ook neer te zetten. Gewoon. Je hoort ze gewoon, vind ik eigenlijk, gewoon samen neer te zetten. Net zoals in de film. Dat vind ik gewoon het vetste. Ja, ik moet even kijken. Ik denk dat ik ze eerst een paar weken in de box zet. En daarna out of the box. Daar ben ik echt fucking blij mee. Naast elkaar. Broer en zus. Ja man, echt. Super dope deze. Dus ik ga ze even terug in de doos doen voor nu. Over een paar weken. En dan ga ik ze daarna denk ik naast elkaar eruit zetten. Zo.
Zal ik ze gelijk eruit zetten? Ik weet niet. Ze zijn te goed om in die doos te laten gewoon. Check. Deze moet je toch gewoon net als in de film gewoon naast elkaar zetten? Ja man. Fuck it, ik ga ze even uit de doos laten. YOLO. Deze zijn te dope. Zal ik dan even een mooi plekje ervoor zoeken en dan... Ja man. Heel nice. Nou, dat waren onze twee Funko Rides voor deze video. Dus we hebben nu twee normale Funko's gehad. We hebben twee Funko Rides gehad. En nu komen we bij iets nieuws. Wat eigenlijk pas sinds een tijdje bestaat. Star Wars is de enige licentie waar Funko dit tot nu toe voor heeft gedaan. Als ik het goed zeg. Er zijn er uit mijn hoofd 5 of 6. Volgens mij is er een 6e al. Maar dat weet ik niet zeker. En dan heb ik het over de Star Wars Movie Moments. Wat zijn Movie Moments? Zijn bekende, iconische scènes uit de film. Die ze hebben neergezet in een Funko Pop. Movie Moment. Dus ik zal jullie echt, ga het jullie maar gewoon laten zien en check it out. Dit is de Trash Compactor scene. Luke en Leia weer. Broer en zus samen. Dit is van de film A New Hope. En deze vind ik toch een partij lijp, jongen. Kijk, de normale Funko's zijn cool. Maar dan staan ze gewoon. Dan hebben ze wel een battle pose of iets. Maar dit is gewoon next level. Kijk dan. Op het display in die scène. Box is ook lijp. See through. Kijk, ramen aan de zijkant, voorkant, hier ook. Als je ze in de box wil laten staan. Ik denk dat ik deze wel... inbox gaan laten. Maar ik weet niet zeker. Ik heb eentje namelijk al eruit gehaald toen ik hem had opgehaald met Flip. En ze zijn wel heel erg cool hoor. Dus ik weet het niet. Maar we gaan maar even kijken. Hier aan de achterkant zie je welke er allemaal zijn. Nu op het moment. Je hebt de Trash Compactor scene. Death Star Duel. Cloud City Duel. Cantina Face Off. En de Escape Pod Landing. Ik heb nog een andere gezien op internet. Maar ik weet niet of die al uit is of niet. Maar deze is me toch een partij doop. Ook weer van de original trilogy. Van de oude films van vroeger. De eerste reeks. Deel 4, 5, 6. Deze is van A New Hope. Let's get into it. Fucking grote doos. Het is de grootste doos van Funko die ik ooit heb gehad. Ook weer met achtergrondje erin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oké, twee delen gewoon. Kijk dan. Zwaar ook hoor deze. De Trash Compactor scene. Ook weer wobbleheads uiteraard. Ja, deze is echt fucking nice. Hier ben ik echt super blij mee. Kijk dan. Sowieso Luke in die Stormtrooper outfit vind ik sowieso echt gruwelijk. Wobble wobble. Ja, deze is toch dope. En zoals jullie weten in die scène. Er zit een beest. Die leeft hieronder in dat afval ergens. En je ziet hier dat oogje van hem eruit steken. Kijk, hier zit het oogje van hem. En hier komt die tentakel komt eruit. Klaar om Luke te grijpen. En onder te trekken. Ja, dit is echt gek hoor. Deze is echt heel dope. Die stand ook nice. Star Wars. Al dat vuil wat erin ligt. Ja, hier ben ik echt super blij mee. Kijk naar hoe dope. Deze is echt heel nice. Enige wat ik me afvraag. In deze scène in de film. Zijn Chewie en Han Solo zijn er ook bij. Dus ik weet niet of er nog een movie moment komt. Met Chewie en Han Solo in de Trash Compactor scene. Maar ja, dat moeten we nog maar even afwachten. Voorlopig heb ik deze in ieder geval. En deze is fucking dope. Maar ja, kijk dan. Jullie moeten me maar even laten weten in de comments beneden. Of dat jullie zeggen van luister, deze moet je echt. Out of the box laten, gewoon zoek een mooi plekje en ik zet hem neer. Of deze moet je gewoon in de box laten, ik weet het niet. Ik vind deze echt fucking dik. Maar in de box is hij ook mooi, omdat die box ook mooi is. Met het raam van boven komt het licht erin en je kan het gewoon goed zien. Nou, deze is echt heel dope. Hier ben ik echt heel blij mee. Mijn eerste movie moment. Nice one. Heb ik deze nou gehaald? Deze heb ik ook bij Space Oddity gehaald volgens mij. Echt een hele coole winkel daar hoor. Prinsengracht 2 nog wat of zo.
echt leuk om een keertje te gaan kijken en even langs te gaan. Ze hebben ook echt van alles, het is niet alleen Star Wars, echt, noem het maar op en ze hebben het. Dus laat me even in de reacties weten wat jullie vinden, inbox of out of the box. Voorlopig doe ik hem eventjes in de box weer. Maar kijk dan, zeg nou eens eerlijk, zo is hij toch ook fucking dope, gewoon in die doos. Kijk, er komt dus licht van boven en van de zijkant, dus je kan hem gewoon echt goed zien. Ja, ik weet het niet, ik vind hem in de doos ook wel heel erg master hoor. Ja. Voorlopig maar even zo en dan kijken we wel even in de toekomst. Maar we zijn er nog niet, want jullie hebben met een imbeciel te maken. Maar dat hebben jullie inmiddels wel begrepen, denk ik. Van alle movie moments moet ik denk ik zeggen dat dit wel mijn favoriet is. En toen ik die eerste had gekocht, dacht ik, ja, nu wil ik ze alle vijf hebben ook. Dus check out de Cantina Face-Off. Han Solo en Greedo. Deze vind ik me toch een partij lijp, jongen. Omdat ik nog steeds mijn rijbewijs niet heb, zag ik deze op internet staan. Heb ik Flip gevraagd. Flip zegt geen probleem, grap. Ik rij met je mee. Kijk dan hoe lijp deze is. Deze hier ben ik zo fucking blij mee. Deze vind ik zo fucking dik. Deze heb ik gewoon letterlijk in de auto eruit gehaald bij Rotterdam. En met Flip gewoon net te kijken. Gewoon helemaal terug naar Amsterdam. Gewoon omdat ik hem zo dik vond. Maar ik ga hem jullie ook even laten zien. Alleen het is niet echt... Het is niet echt een spontane eerste reactie, omdat ik hem al gezien heb natuurlijk, maar... Ook weer met de achtergrond erin van de kantine. Bada bing, bada bam! Dit is echt een... Dit is een scène, jongen. Stuk kleiner als die andere, moet ik eerlijk zeggen. Dat had ik niet verwacht. Die trash compactor die was echt een stuk breder en een stuk langer. Maar kijk dan. Deze is fucking dope. Han en Greedo in de kantine. Hoort ook een muziekje bij. Weet je wat, fuck het muziekje. Ik zal die hele scène gewoon even laten zien. Yes, Greedo. As a matter of fact, I was just going to see your boss. Tell Jabba that I've got his money. Song Pichale. Maratam Titah Makichita. Jabba wa ninchiko. Babushani Kaitani wanyaruska. Asginyawi kuchuzo. Yeah, but this time I've got the money. Erichalia kulka inti kuni kusua. I don't have it with me. Tell Jabba. Even I get bored sometimes. Do you think I had a choice? Over my dead body. Yes, I bet you have. Kijk dan. Muziekje erbij, man. Deze scène is, buiten dat het een van mijn favoriete scènes is ook. Ik vind die hele film vet, maar het is gewoon een dope scène. Is het een van de controversieelste scènes van Star Wars. Want de maker van Star Wars heeft ongeveer 3 keer die scène veranderd. De eerste keer, moet ik het goed zeggen hoor. De eerste keer hoorde je 1 schot. En zag je rook en zag je Greedo vallen. En toen waren al die mensen van, oh ja, Han is een killer, bla bla bla. Toen heeft hij het veranderd dat Greedo misschoot en daarna schoot Han raak. En daarna is het volgens mij nog een keer veranderd ofzo. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Hij weet het zelf ook niet, maar het is een aantal keer veranderd. Deze Greedo is trouwens ook heel anders als die Greedo van de originele series. Die heb ik nog niet, die moet ik nog steeds aanschaffen. Die is wat lichter van kleur, deze is echt een stuk groener.
allebei wobbleheads vind. Wat ik, ja, ik ben, wobblehead vind ik juist leuker als niet wobblehead. Maar goed, dat is misschien persoonlijk. Met het Olympie hier zo aan de zijkant, heel relaxed. Allebei met die blasters. Drankje op tafel. Ja, deze is echt fucking dope. Hier ben ik echt super blij mee. Nice. Ja. Ik denk toch dat ik ze in de box ga verzamelen hoor, deze movie moments. Omdat ik nou toch ook het verschil in afmeting zie. En weet je, als je ze dan eruit haalt, dan is de ene groter dan de andere. Terwijl als je ze gewoon in de box laat, dan zijn ze gewoon allemaal even groot. En dan zien ze er ook gewoon fucking dope uit. Dus ik denk dat ik ze gewoon in de box ga laten, die movie moments. En dat ik alleen die rides eruit ga halen. Die rides zijn echt, daar ben ik zo blij mee jongen. Leo en Luke. Woe! Hier ook mee hoor trouwens, daar niet van. Kijk dan. Zo is toch gewoon dope. En dan die erbij. Ik denk dat ik ze op elkaar ga zetten. Alle vijf. En dan op nummer. Ja man. Mooie verlichting erop. Heel dope. Echt super blij mee. Maar nu komen we bij, voor mij vandaag, de allerbelangrijkste pop van allemaal. Ik zal het even uitleggen. Een hele goede vriend van mij die staat aan de deur. In het centrum in Amsterdam, die is beveiliger. En die jongen heeft ook pas een motortje gehaald. Hij is met zijn motorrijbewijs bezig en noem het maar op. En ik ga hem helpen, ik ga zijn motortje voor hem maken en we gaan lekker rijden. Hij heeft familie in Amerika. Hij is zelf van Iraanse afkomst, als ik het goed zeg. En hij heeft familie in Amerika. Zijn vader en zijn moeder woont daar en zijn zus volgens mij en zo. En hij heeft een zoontje van 15. En eigenlijk 9 van de 10 keer als we praten, dan hebben we het ook altijd over zijn zoontje. Want daar is hij gewoon, ja, hij heeft ook nog een dochter, maar zijn zoon is echt, ja, daar is hij zo trots op, dat is echt zijn jongen, weet je. Wat blijkt nou, zijn zoon is 15 trouwens. Big shout-out, Jiban, je weet het zelf. Zijn zoon kijkt mijn video's. Dus dat vind ik echt super leuk. En hoe die vrienden met mij praten over Jiban, deed hij me heel veel aan mezelf denken vroeger dat ik jong was. Ik ben nu 27. Hij deed me heel veel denken aan de 15-jarige Jur. Dus met hem al een paar keer besproken van we moeten echt een keertje naar Amerika toe gaan samen. En we gaan een Harley huren daar en we gaan rijden en het wordt helemaal te gek. En dan zijn we aan het kijken of we volgend jaar samen naar Amerika toe kunnen gaan. Nou is hij een paar weken geleden met zijn zoon is hij naar Amerika toe gegaan. Naar California, naar zijn familie op bezoek, vakantie lekker. Komt Jiban, shout-out. Big shout-out, Jiban Pompert. Ik zal zijn Instagram ook even erin fixen. Volg die man alsjeblieft op Instagram, want dit is echt fucking dope. Je moet beseffen, die man is 15, hè. Hij zegt tegen zijn vader, pa, ik wil voor Jur wil ik een Star Wars poppetje kopen. Zijn vader zegt tegen hem, Star Wars poppetje? Die man is 27, grap. Die man speelt niet met poppetjes, waar heb je het over? Dus Jiban zegt tegen hem, nee jongen, kijk zijn YouTube kanaal, hij spaart Funko Pops. En zijn vader zegt, nou ja, we gaan het jaar eentje wel halen, dan gaan we. Deze man is gewoon beseffen, hij is 15 jaar. Hij heeft gewoon uit zijn eigen zak heeft hij geld gepakt. Heeft hij voor mij in California speciaal heeft hij een Funko gekocht. En niet zomaar een Funko, maar een fucking badass limited edition collectible special Funko. Besef, en hij, weet je, gewoon de love van die man, ik kan het gewoon niet omschrijven. Gewoon. Zo'n jong iemand met zo'n hart op de juiste plaats. Doet me echt, betekent echt heel veel voor me. Dus Jiban, echt special thanks naar jou, gap. Ik ben hier echt fucking blij mee. Het is misschien niet de meest zeldzame pop die ik heb, of de meest dure of wat dan ook. Maar voor mij is het dit moment de meest speciale, omdat jij hem helemaal mee hebt genomen uit Californië. Weet je, en dat betekent gewoon echt heel veel voor me. Kijk, hoe fucking dope is deze gouden R2-D2? Kijk dan mensen. Deze man, hè. Hij is gewoon een Hot Topic gegaan in Amerika, in California. Ik ben fucking jaloers op die kleine. En dan heeft hij gewoon deze voor me gehaald gewoon. Ik heb hem al 2 weken denk ik hier staan. Ik zeg al 2 weken tegen hem, ik ga een video filmen. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maar hier ben ik toch blij mee jongen, deze is toch dope. Kijk dan, op die verpakking. Kijk, dus deze verpakking vind ik al lijp. Deze wil ik al eigenlijk op mijn kantoor zetten straks als mijn editing office af is. Maar ik weet niet of jullie kunnen zien, maar er zit dus nog een verpakking in, kijk. Het is een soort van bol ding waar die in zit. Maar ik heb er nog niet naar gekeken, want ik zit te wachten op jullie. Dus nogmaals echt, Jiban, love, grap, love. Volg die man op Insta, Facebook, Twitter, overal waar die zit, volg hem gewoon, weet je. Als je hem op straat ziet, volg hem ook gewoon.
Ooh, buddy. Deze komt met een speciale gouden achtergrond. G1 boy! Oei, 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 check deze. Deze is fucking dope. What the fuck? G1, what the fuck, B? Kijk dan. Hoe fucking dope. Star Wars hero zeker? Star Wars. Hoe fucking dope is deze R2-D2? Chrome collectible, wat staat erop? Collectors Edition. Poplogo hier. Toch een Funko? Nee, poplogo. Nee. Wat een fucking dope pop. Hier ben ik zo fucking blij mee. Deze gaat echt een speciaal plekje krijgen in mijn hart. Kijk, ik spaar omdat ik het leuk vind, weet je. Maar laat ik het even afkloppen. Mocht ik ooit in geldnood zitten, dan gaat alles gewoon de deur uit, weet je. Ik heb een ding dat ik een paar honderd euro aan Funko Pops heb staan. Als er rekeningen betaald moeten worden, gaat alles weg. Zo realistisch ben ik. Maar, deze gaan we nooit weg. Deze ga ik nooit verkopen. Deze heb echt een speciaal plekje. Gewoon puur omdat ik hem van jou heb gehad. Wat een dope Funko. Deze kan eraf ook. Deze gaat echt nooit weg. Kijk, ook van een wobblehead. Ook al wobbelt hij maar een heel klein beetje. Moet gewoon van Star Wars. Deze is echt fucking dope. Ik kan er niet af. Volgens mij wel, maar ik ga het niet eens proberen. My man, G1. Deze is zo fucking dope. Hier ben ik echt heel blij mee, grap. Bam! Kijk dan. Deze krijgt echt een speciaal plekje in mijn huis. Echt super nice. Thumbnail hadden we al, hè? Anders voor de zekerheid. Nou, en daarmee ga ik deze video afsluiten. Want volgens mij zit ik al een half uur te lullen en wordt deze video weer veel te lang. Niet dat het mij wat uitmaakt, maar je moet wel echt een diehard Star Wars Funko Pop fan. Blablabla. Je moet wel echt een hardcore Star Wars Funko Pop fan zijn. Zo, dat is moeilijk. Wil je deze hele video af hebben gekeken? Nogmaals, big shout-out to G1. Love, echt wagen. Volg hem op Insta overal. En zie ik jullie volgende keer bij Funko Pop Vlog nummer 3. Want imbecile als dat ik ben, heb ik alweer wat besteld en is er weer wat onderweg. Like, comment, subscribe. See you next time.